Buikgriep is een infectie van de maag en darmen. De binnenkant van uw maag en darmen is met slijmvlies bekleed. Bij buikgriep is dit slijmvlies ontstoken, meestal door een virus, soms door een bacterie. Buikgriep geeft vooral klachten als diarree en overgeven. Andere klachten zijn misselijkheid, buikpijn, hoofdpijn en soms koorts. De virussen of bacteriën komen via de mond in uw maag en darmen. U krijgt ze binnen van iemand anders die al buikgriep heeft. De virussen of bacteriën zitten in de ontlasting, het braaksel en het speeksel van iemand met buikgriep. Als diegene net naar het toilet is geweest of aan zijn mond heeft gezeten, kunt u besmet raken via zijn ongewassen handen. Wanneer u dan weer aan uw mond zit, komen bacteriën of virussen gemakkelijk bij u binnen. Sommige darmbacteriën of virussen kunnen ook via de lucht binnenkomen, als iemand u aanhoest of niest zonder de arm voor de mond te houden. U kunt ook ziek worden doordat u bedorven voedsel eet of besmet water drinkt met dezelfde ziekteverwekkers. Vooral in de warme zomermaanden of in warme vakantielanden kan dat gemakkelijker gebeuren. Dit heet een voedselinfectie. Bij heftige diarree, vooral als dit samengaat met overgeven en koorts, is het belangrijk om voldoende te drinken. Drink bijvoorbeeld water, thee of bouillon. Drink bij misselijkheid niet te veel tegelijk. Als u vaak kleine hoeveelheden drinkt, houdt u dat gemakkelijker binnen. Om uitdroging te voorkomen kan ORS-poeder helpen, opgelost in water. ORS bevat speciale suikers en zouten die het lichaam nodig heeft om vocht op te nemen en vast te houden. Kinderen onder de 2 jaar en 70-plussers drogen sneller uit dan anderen. Buikgriep gaat bijna altijd vanzelf over. Medicijnen zijn meestal niet nodig. Als u per se ergens heen moet, kunt u proberen de diarree tijdelijk te stoppen met loperamide. Het vermindert de diarree tijdelijk, maar kan ook verstopping geven. Geef het niet aan kinderen onder de 8 jaar. Voorkom besmetting van anderen door uw handen regelmatig te wassen, vooral na toiletgebruik en als u eten klaar gaat maken. Houd uw toilet dagelijks schoon. Was eetgerei steeds goed af, schud een paar dagen liever geen handen en scherm uw mond en neus af bij hoesten en niezen. Als de buikgriep heftig is met buikpijn, veel waterdunne diarree en braken, als u zich steeds zieker gaat voelen met koorts of sufheid, of als u de hele dag niet meer heeft geplast, bel dan uw huisarts.